is de nog lang niet afgelopen serie Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Met in de hoofdrollen Rob de Nijs als Bertram Bierenbroodspot, Loekie Knol als Lidwientje Walg, Ab Hofstee als Hildebrand Brom, Martin Brozius als Arnoud Koffij. Op het moment dat iedereen dacht, eind goed, al goed. Dat was de dag dat prins Thor, die de prinsentoto gewonnen had, zou trouwen met zijn hoofdprijs, prinses Madeleine van Bambergen. Er kwamen veel gasten op de bruiloft. De petemoeie van prinses Madeleine, de feeën Troetel en Snoertje en verder een koning, Mink, van een land dat Morpuis heette. Niemand kende dat land. Hij was het, zei hij, kwijtgeraakt. En ook Gruizelgruis de dwerg. Hij werd speciaal uitgenodigd. Bertram en Barend brachten hem de invitatie. Gruizel geloofde zijn oren niet. Hij, Gruizel, een doodgewone dwerg. Hoge acht? Hoge acht de heer Gruizel van Gruis. Van de Gruismijn bij het Elfenbochtje. Wij, Madeleine II, koningin van Bambergen, hebben het genoegen u uit te nodigen voor een feest ter gelegenheid van de huwelijksvoltrekking tussen onze dochter Madeleine en Thor, prins van Sombrië. Nog eens! Ja, maar ik ben nog lang niet klaar. Nog eens! Opnieuw! Wij, Madeleine II, koningin van Bambergen, hebben het genoegen... Nee. Ja, wat nou nee? Hooggeacht! Goed. Hooggeachte heer Gruizel, van Gruis, van de Gruismijn bij het Elfenbochtje. Nou, Gruizel. Bij het paleis arriveerden natuurlijk ook allerlei andere gasten. De feeën waren er, zoals ik al zei, en koning Mink arriveerde. En toen Bertram en Thor naar zijn kamer brachten, kregen ze het verhaal van koning Minks gestolen land te horen, Morpuis. Koning Mink was Morpuis in een spiegel kwijtgeraakt. Die spiegel had hij van een onbekende cadeau gekregen. Hij keek in de spiegel en alles om hem heen verdween. In de spiegel zag hij zichzelf niet zitten. En toen hij opkeek, was hij in een vreemd land waar niemand hem bleek te kennen. Ze hadden ook nog nooit van zijn koninkrijk gehoord. Terwijl Bertram, Thor en ook Hildebrand en Arnoud hierover spraken met koning Mink, arriveerde beneden in het paleis een ongenode gast. Guurt van Grasp, die meteen de gedaante van de goede ambtenaar Ochterop Deu aannam. Guurt had een duivelsgemeen en slim plan. Hij klopte aan bij Gruizel, die net blij zijn bed probeerde in het eregastvertrek, en stuurde hem weer het paleis uit. Weg, domme dwerg! Wat denk jij wel? Heel gemeen. Gruizel wist niet beter dan dat dit de echte ambtenaar Ochterop was. Boos en verdrietig, zonder op wraak. En wie fluisterde hem in wat hij moest doen om wraak te nemen? Laat jij dat zomaar langs je koude kleren gaan? Ja, jij Gruizel voor het Elfenbochtje. Dat ze jou te min vinden. Je monsters! Zeg, laat je dat zomaar over je lopen als een kleine hagedis. Ja, ja, wat zeiden ze dan binnen? Wat zeiden ze dan? Wat kom je doen? Zeiden ze dat? Ja? Wat zeiden ze? Van je cadeautje? Ik heb een plannetje. Gruizeltje. Een grap. Bruiloftschap. Geheimpje tussen ons, hè? Een bruidsgeschenk. Guurt hitste Gruizel tegen iedereen binnenop. Je moet een spiegel, die ik je zal bezorgen, aan prinses Madeleine cadeau geven, zei hij. Ja, maar wat gebeurt er dan, vroeg Gruizel nog. Dat zul je wel zien, grinnikte Guurt. Een spiegel. Een spiegel had koning Mink ook ooit van zijn land beroofd. Jammer dat de Hamelaars net te laat van het cadeau hoorden. Wat curieus dat je over spiegels praat. Dat u over spiegels praat, bedoel ik. Hoezo? Ja. Nou, ik kwam er straks Gruis op de gang tegen. En hij had een groot zwart ding bij hem in een zwarte doek gewikkeld. Een beetje ovaal. En toen zeg ik nog, zo Gruiseltje, ga je eindelijk eens een nuttig huwelijksgeschenk aanbieden. Toen zeg ik, een spiegel werd ik. Maar toen lacht hij alleen maar. Maar ik bedoel maar, het is toevallig natuurlijk. Maar wat? En dat zeg je me nu pas. Ja. Waar ging hij heen? Naar Madeleine. Nee. Kom mee.
Nee. Gevaarlijk ja. Is in haar kamer. Nee, Madeleine! Madeleine! Wat doe je met Kerstrom? Prins Bertram, prins Thor, wat is er aan de hand? Kunt u mij uitleggen wat te hier... Te laat, majesteit. Wacht. Er zit hier wel een briefje achter de lijst geplakt. Waar is mijn dochter? Waar is Madeleine? Dochter, wat staat erop? Wat staat op het briefje? Tot ziens. In Morpuis. Tot ziens in Morpuis. Het is duidelijk. Alles heeft met elkaar te maken. Koning Mink, die Morpuis verloren heeft. Prins Thor, die Madeleine nu kwijt is. De spiegels. Guurt. Morpuis is groen van zachte grassen. Onder de nevel van het dal. Daar vliegt de vogel blindelings. En vindt zijn nest in vrije val. Mist hangt laag op wijde plassen. Daar raakt het pootje, kan nog wel. Kan nog wel. Kan nog wel. Weet u op de weg naar Morpuis? Weet u op de weg naar Morpuis? Kom met ons in de pompoen, boven nevel, koude regen. Over land en over zee, niemand valt het toeval tegen. En waar de wind waait, draaien wij mee. De pompoen waarin ze vliegen is de pompoen van de feeën Troetel en Snoertje. De hamelaars raken ermee verzeild in een ontzettend noodweer boven een akelige, rotsachtige landstreek. Ze worden bestookt in de lucht door vreemde wezens die denken dat het de feeën zelf zijn in hun pompoen en dan weer weggaan. Bertram wil er meer van weten en landt bij een sombere ruïne. Onverstandig en dapper. De kinderen blijven bij Lidwientje achter en de drie mannen gaan op verkenning uit. Prins Thor vloog niet mee in de pompoen, maar reed op de paard onder. Ze zijn hem al een tijdje kwijt. In de ruïne wacht een verrassing. Wat speelt zich af in de sombere zaal? Er moet een hele nacht gedanst worden. Om het uur. Daartussen moet het stil zijn. Vooruit. Kruis aan de balk. Teken aan de muur. Trouwen zal ik. Met een verre buur, met een goede vriend, die het niet verdient, met een jonge man, vlam in de pan ontwaard. Oh, waarom moet het doek over hem heen liggen? Ik wil hem zien als ik dans. Als het doek van hem afkaart. Ja, ik wil hem zien. Dans maar door, Loedmille van de Eiken. Spring maar tot je aan ons weegt, Popeia. Hij is toch niet voor jullie, hij is voor mij. Ik heb hem het eerst gezien. Heksen. En Thor hebben ze gevangen genomen. Hij ligt in een glazen kistje. En tot overmaat van ramp niest Hildebrand. Even later zitten de drie hamelaars achter tralies. En wie zit daar ook? Een watermix. Asja is haar naam. Een vreemde, maar geleerde vrouw. Ze heeft Thor met een giftige appel in slaap gebracht om hem te redden uit de handen van de heksen. Alle vijf de heksen wilden graag met Thor trouwen, want trouwen met een prins maakt heksen weer jong. Bertram vraagt aan Asja of er een manier is om Thor weer wakker te maken. Want Thor is hun enige kans. Asja is gelukkig en wel edel, zeer geleerde niks. En ze weet een oplossing. Er is maar één manier. Oh ja. En vergeet hem maar. Wat kan hem dan wakker maken? Een kus van een jonge maagd. Ja. Waar halen ze jou een jonge maagd vandaan? Ja. Lidwientje. Ja, ja, Lidwientje. Ja, Lidwientje, ja, maar waar halen we die zo gauw vandaan? Ik hoop dat ze überhaupt nog in veiligheid is. Joehoe, hier ben ik. Daar is ze, Lidwientje. Onzichtbaar binnengekomen met de verdwijnhoed van elfenkoning Pipijn op. Nou is er opeens weer veel hoop. Vooral als Asja nog iets vertelt. Heksen zijn bang voor spiegels. Ja, ze hebben namelijk geen spiegelbeeld. En worden daarom opgezogen door de spiegel en komen in een spiegelwereld terecht. Lidwientje heeft een spiegeltje. Goed.
Thor moet eerst wakker gekust worden en... Hé, wat is dat? De kinderen zijn ongeduldig geworden en het paleis binnengedrongen. En ontdekt door de heksen. Rennen, roept Barendje. Menslied Windje. Dat is de eerste keer dat u mij zo kust. Bij het jaar. Is dat feest? Madeleine! Madeleine! Heksen! Waar? Menslied Windje, wat doet u hier? Komt u mee, Prinsstof, voordat ze terugkomen. Vlug! Ja, vlug. De heksen ruiken onraad. Ze jagen de kinderen op en als er niet snel wordt ingegrepen, is alles verloren. Ka van de Kikkerberg, de opperheks, is razend. Zusters! 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 Die is weg. Die is weg. Oh. Eens hebben we de kwijt geraakt. Ah! 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 Even komen kijken. Die is ook weg. Thor, oh. Kijk! Mevrouw wil even komen kijken. Mevrouw wil even komen kijken. Even komen kijken, mevrouw. Nou ja, Lidwien, die kan het in eentje geen kwaad meer doen. Eefje Eenoog is de enige die aan de spiegel ontsnapt. Ze zijn gered, dankzij Nix Assia. Bertram heeft goed in zijn oren geknoopt dat in Grot Karnagel Assia's vader speciale spiegels maakt. Waarmee ook andere personen naar de spiegelwereld kunnen verdwijnen dan heksen. Zou het daar de spiegel die koning Ming kreeg en de spiegel die Madeleine kreeg ook vandaan komen? Op naar Pai, waar Assia's vader woont. De reis verloopt niet zonder onderbrekingen. Ze redden nog een prinses in een slaapslot en jagen Eefje Eenoog naar de spiegelwereld. En eindelijk komt dan Karnagel in zicht. Maar wie vliegt daar opeens naast hun pompoen? Een faun, Pontius. Morgen. Isse, dit is snel pompoen van kwart voor ochtend gloren. Of is dit de pompoen van Pij? Van 7 minuten voor dauw die naar Tintagel gaat. Nou! We weten niet precies wat u bedoelt, meneer. Wij kennen alleen deze pompoen. Ja. Onze pompoen. Oh ja? Is dit jullie eigen pompoen? Kan ik u dienen met een spiegel, mooie jurk? Hier, allemaal een spiegel van om. Oh, wat? Maar we hebben waarschijnlijk niet genoeg geld. Aan de pompoen wordt niet gekocht. Nee, ze kost helemaal niks. Ze zijn voor Niemendal en een glimlach. Hier, pak ze alle drie. Ja. Nee, pak ze maar allemaal. Ja. Hang ze maar op. Oh, dit zijn de best aardige spiegeltjes, hoor. Ja. Spiegeltjes. Best aardig. Ja, ja. Altijd weer die spiegels. Faun Pontius is de hand langer of de hand korter van een neef van Nix Assia, Nixonno Ratsmodee. Hij woont op Karnagel. Assia's ouders zijn naar het Niemendal vertrokken en hij, Ratsmodee, fabriceert aan de lopende band afkijkapparatuur. Spiegeltjes die verklappen wat ergens gebeurt. Spioneerspiegels. En zulke spioneerspiegels heeft Faun Pontius nu uitgedeeld onder de hamelaars. Ratsmodee is zeer tevreden. Ik wist wel dat je slim was. Knap werk. Nou, dat moet dan eenvoudig voor ons zijn, niet dan? Van welke slijping waren ze de laatste? Ja, handenvol. Precies, deze hier moeten we dan hebben. Ah, dat zijn ze. Dat is de fijne jurk. Zeg, waarom zou die man hè, in die vliegende koffer... waarom zou die nou ons die spiegels hebben gegeven? Dat vind ik inderdaad ook een hele vreemde geschiedenis. Ja. Knap werk, Pontius. Het is toch een gewone spiegel zo te zien. Mm-hmm. Niks bijzonders aan. Een gewone spiegel? Nee. Het is een paaispiegel, maar mijn vader heeft hem niet gemaakt. Geef eens hier. Alsjeblieft, Nix Assia. Assia. Ziet u wel een gewoon handspiegeltje? Ja. Het is een paaispiegel en paaispiegels zijn nooit gewoon. Oh. U weet waarvoor hij dient? Nee, mijn vader heeft hem niet gemaakt. Er zijn vele spiegels. De holle spiegel van Pij, de bolle spiegel van Zevenbergen, de gerande spiegel van wat? Oh, kom, snel, geef hier. Vlug, het zijn best leuke spiegeltjes, leuk om cadeau te geven. Hé, hey, niet afpakken. Aan scherven gaan ze. Assia is er ook nog.
Vol wantrouwen jegens Ratsmodé komen ze aan op Karnagel. Ratsmodé doet heel aardig. Wat kan hij ook anders doen? Assia woont op Karnagel, het is haar huis. Maar tegelijkertijd logeert er een minister van Oorlog, Orf, bij hem. Een klant. Eerst wil Ratsmodé er nog vandoor, maar Orfs geld bevalt hem wel. En daarom blijft hij. Dat wordt zijn ondergang. Al is hij, net als Assia, niet dom. Nee, juist wel edel, zeer geleerd. Een prins is hooggeboren, een genomen brave knecht. Een faun heeft scherpe oren, men prijst hem dus terecht. Maar aan water niks heeft jaren ijverig gestudeerd. En is wel edel, wel edel, wel edel, wel edel, wel edel, zeer geleerd. Wel edel, wel edel, wel edel, wel edel, wel edel, zeer geleerd. Wel edel, wel edel, wel edel, wel edel, wel edel, zeer geleerd. Nogmaals. Wel edel, wel edel, wel edel, wel edel, wel edel, zeer geleerd. Wel edel, wel edel, wel edel, wel edel, wel edel, zeer geleerd. Van buiten lijkt alles vrolijk. Maar iedereen houdt Ratsmodé in de gaten. Barend hoort dan dat Orf Spiegels komt kopen om oorlog te voeren tegen bijvoorbeeld Bambergen, Abs, Kaan en Sombrië. En Arnoud ontdekt dat neef Ratsmodé wel heel aardig twee spiegels geeft om naar het land van links te reizen en terug. Maar dat die terugkeerspiegel een valse spiegel is. Wanneer ze werkelijk met die verkeerde tweede spiegel onder hun arm vertrokken waren, zouden ze voorgoed in het land van links terechtgekomen zijn. Zoals koning Mink dat nu lijkt te zijn, in het land van rechts. Ratsmodé werd ontmaskerd. En de Hamelaars kregen van Ex-Assia twee spiegels. Eén om naar links te gaan en één om met links terug te keren. In links lag ergens Moerpuis. Maar zover was het nog niet. Eerst kwamen ze terecht in een andere streek. Bijna een troep. Hé, hey Bertram, kom eens hier kijken. Heb je wat gevonden? Ja. Wacht even, er is een richtingbord. Help eens even mee. Dat kan ons helpen. Pas op, goeie vingers. Ai. Nou. Spiegelschrift. Ja, dit is... Kalke Dot. Ja? En hier staat land. Maar wat hier staat het? Ja, Niemands. Niemandsland. Niemandsland. Ja. Nou, dat klopt aardig. Er is hier een levende ziel te bekennen. Wat dacht je van oorlog? Oorlog? Nee. Nee, er is geen brand geweest. Het is alleen maar puin door aardbeving of zo. En de bewoners hebben kennelijk nog op tijd weten te verlaten voordat er ongelukken gebeurden. Nee, het is gewoon een lege stad. Een ruïnes, een troep. Een levende ziel te bekennen. De twee figuren die daar uit de puinhopen kwamen, waren een koning, Pancras, en zijn dochter, Zwijnhilde. Ze zaten daar te wachten totdat een soldaat voor hun een reus zou verslaan. De reus heette Loeiedet en hij zou die nacht wakker worden omdat het woensdag was, wassende maan en 20 jaar later. 20 jaar later dan wat? Vroeg Bertram. 20 jaar nadat reus Det mij gered heeft uit een moeras, vertelt de koning. Uit dankbaarheid heb ik hem beloofd hem het eerste te schenken wat mij thuis onder ogen zou komen en toen ik thuis kwam bleek er net een dochtertje geboren. Dus moet ik reus Det, nu hij weer eens wakker wordt, mijn dochter tot bruid geven. Maar dat wil ik niet. Daarom heb ik een beloning uitgeloofd voor wie Loeiedet de reus tegenhoudt. Wat Bertram en de anderen niet weten is dat Thor, Hildebrand en Arnoud Jan Reserve de soldaat al hebben ontmoet. En zijn vriendin. Eén van de heksen van Dril. De dikke Popeia. Popeia van Schier. Oh nee, wat doet u nou hier? Ach, mooi sliep. Daar ben je weer. Je bent teruggekomen. Ja, ja, bij Popeia. Nee. Ik ben er ook. Wij zijn er ook. Ook is het woord. Wij zijn gezamenlijk door een spiegel heen getreden, zoals u dat ook eenmaal hebt gedaan. Heel andere vlag. Hoe gaat het nou zo met u? Goed. Oh ja? Ik heb Jan. Ja, maar, kakenbeen, kinderbak, koe, voet, klop. Sla je mooie ogen op, zit recht op. Nee, niet doen! Dikke Pop, voel je je wel goed? Er zijn nog kruimeltjes, Dikke Pop. En kijk eens hier, een halve hoender. Ach, zie je wel? Het werkt niet. Het is niet goed. Popeia is alleen. De kracht is weg. Ja, Popeia is haar toverkracht kwijtgeraakt. Omdat in links geen tover bestaat. Maar hoe moeten een arme soldaat en een machteloze heks samen een reus verslaan? Thor biedt zijn hulp aan. Maar Jan Reserve denkt dat hij de beloning wil inpikken. Blijf van mijn reus af, gilt hij. Dief! De reus is anders groot genoeg.
moeten terug naar de kinderen. Pas op. En daar! Oh. Verdacht! Allemachtig! We gaan weer naar beneden, Bob. Nee, terug jij. Jij gaat niet mee. Maar luister naar mij, man. Nee, nee, terug. Hij is van ons. Van Dikke Pop en mij. Ja, hier blijven. Hij is voor ons, rode Dad. Voor Jan en Heks en mij. En die krijgt de dukaat. Ja, en ik de prinses. Ja, Jan soldaat. Dad, ik kom eraan. Ik kom. Maar het is een aardreus. Die kunt u toch door z'n tweeën alleen verslaan? Laat mij u nou toch helpen. Daar ben ik voor. Blijf staan. Ja. Blijf staan. Jan Reserve wil van geen hulp weten. Het wordt een Janboel bij de voeten van de reus. Want Dad denkt dat Popeia de prinses is en hij vindt haar mooi en mollig geworden en groot in die 20 jaar. En Jan Reserve roept al maar, zet haar weer neer, Dikke Pop is van mij. Maar looie Dad wil graag dat Popeia hem krabt, want hij is een aardreus. En aardreuzen hebben altijd jeuk. Doldriftig wil de soldaat op hem schieten. Maar Bertram weet wat. Hij laat de kinderen Dad krabben. Joris! Ik was nog maar een reuzenkind, toen zei mijn moeder Dad. O, word je later 7 mijl, wie niet op kleine let. Is het grote, is het grote, is het grote weg niet wit? Dat weet het wel, dat weet niet veel, maar dat heeft Dad geleerd. Wie het geheim niet eert, is het grote niet weert. En één dacht, maar wacht. En alle beetjes helpen. Krabbelaatje, krabbelaatje. Dat helpt het leed te stelpen. Krabbelaatje. En Looie Dad is reuze dankbaar. Hij hoeft de prinses niet. Jan hoeft de prinses ook niet. Hij trouwt liever met zijn Dikke Pop. En de hamelaars nemen afscheid van koning Pankras om verder te reizen naar Morpheus. Koek! Koek. Goedendag, wij reizen op een reus vandaag. Wij reizen ook met vloekleed, kamer breed. Bezems vliegen aardig snel en heus niet laag. Hoewel ik de pompoen niet gauw vergeet. Koffers vliegen snel van noord naar zuid. Maar dit steekt er met kop en schouders bovenuit. Reizen is eigenlijk reuze, maar dan nog een reus naar keuze. Kijk wat een lange schaduw voor ons uit. Reizen op een reus. 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 Dit is het dal van Spie. Dit is het land van koning Riem die nooit lacht. Een reus weet wat en wie. Je kunt een reus wat vragen. Je hoort een reus niet klagen. Goedendag, wij reizen op een reus. Dit waren de spulletjes waarmee in Morpheus op een ochtend de kleindochter van koning Mink, prinses Vossenstaartje, stiekem het koninklijk paleis wilde verlaten. Waarom stiekem? Was ze niet gelukkig? Was de regent, de paarse ridder van Gil, niet aardig? Hildebrand en Arnoud waren door baron Schiljoen, de ceremoniemeester, uitgenodigd als potsenmakers, jolige jokers op de kroondag. Want prinses Vossenstaartje zou binnen 3 dagen koningin worden. De paarse ridder van Gil had haar ooit op zijn eentje uit handen van een roversbende gered. Dat was toch moedig van hem? Bertram was woedend dat Hildebrand en Arnoud zoveel verteld hadden aan baron Schiljoen. Maar ja, ze hadden A gezegd en nou moesten ze ook B zeggen. Ze moesten de uitnodiging aannemen. Grappen maken op het kasteel. Denk voor naar ons lief, schiet in de laag, je lacht of ik schiet. Komisch en grappig, grollen en geen. Hij heet Jan Klaassen en ik Harlekijn. Heb je een cent of heb je een koek voor een jolige zonk en een lollige broek? De grappen zijn trouw, maar dat kan geen kwaad. Het publiek ligt in zwijm, de humor op straat. Oerlap, wap, wap, oerlap, roep, wap, woep. Voordat ook de kinderen als bedelaars naar het paleis vertrokken, hoorden ze opeens geschreeuw en gekrijs in het bos rondom hun. Bertram en Thor gingen erop af. Ja, ja! Ja, die is precies! Die is! Hé, pak kan! Ga naar je kwaad! Mijn trek! Rebellion!
Sijs heet de vrouw die daar vecht. Rare Sijs. Sijs van de popkast. Ze gooit alsmaar stenen door de ruiten van het kasteel, want ze is een aanhangster van de verdwenen koning Mink, die spoorloos verdwenen is. Waarom houdt ze niet van de paarse ridder van Geel? Omdat haar helper, Meidrecht, die alleen maar praat met handen en voeten, weet hoe die redding in het bos geschied is. Hij doet het uit de doeken. Let op. Op een mooie ochtend, in de winter, het sneeuwt. Mm-hmm. Meidrecht is blij. Twee winters geleden op zoek naar poppenhout. Kopshout. Mooi. Opeens, ruiters. Vier dure broeken van het kasteel. Hij van Schriljoen is erbij. Schriljoen? Stil! Een prinses, vossenstaart. Weer opeens. Rovers. Vier. De dure broeken staan bol van schrik. En weg zijn ze. Prinses Vossenstaart is helemaal alleen. De rovers pakken de. Ik moet er niet aan denken. Wat een laffe hovelingen. Stil toch, je verstaat mij terecht niet. Weer opeens. Door de struiken. Een ruiter. Hij van Geel. Ah, de paarse ridder van Geel. Oh, prinses Vossenstaart is bang. Ach, stil toch, je weet niks. Zij weet. De rovers zijn bang, niet Vossenstaart, de rovers. Oh, werkelijk. Voor ja. Één man te paard? Ja, kale koek en geen honing. Het lijkt erg mooi, maar zij weet beter. Hij roept naar Vossenstaart dat ze moet vluchten. Hij springt van zijn paard en vecht heel alleen. Tegen de rovers? Ja. Met alle respect, zeg. Oh, ik zou hetzelfde doen. Ik zou zeggen, prinses, maak dat je op de voeten komt. Ik hou die schurken wel even tegen. Jij bent wel goed, maar ook gek. Ja, ja, zeg maar, wat gebeurt er nu? He, die prinses is nu weg, maar wat vertelt hij nou verder? Hij roept ho, van Geel. En de rovers houden op? Ja. Zeg, wat is dat voor gebaar? Hij betaalt. Hij betaalt die rovers. Het is afgesproken werk. Bertram heeft een knap plan. Samen met Thor en Lidwintje gaat hij met de poppen van Sijs op het kasteel een voorstelling geven op de feestdag. Thor is haast niet te houden, want Hildebrand en Arnoud, die nog maar net hebben kunnen ontsnappen op het kasteel, hebben groot nieuws. De paarse ridder van Geel is Guurt van Grasp. En bovendien hebben ze nieuws voor Thor. Madeleine is daar. Nee. Ja, echt waar hoor. We hebben haar gezien. Ze heeft ons bevrijd zelfs. Ja. Er was ook nog een meisje bij dat zich prinses noemde. Ja. Ah, Vossenstaart, braaf kind. Ja. Ja. Zeg, hoe gaat het dan met mijn pop, mijn lief, mijn Madeleine. Hoe het ermee gaat? Ja. Oh, uitstekend hoor. Ja. Ze is nou varkenshoedster. Oh, wat eng. Wat doet hij nou? Hij van flauw. Welk verhaal spelen de poppenspelers voor de ridder van Geel en prinses Vossenstaartje, die intussen weer gevonden is door dienaren van de regent? Het verhaal van Guurt zelf. Hoe hij de rovers in het bos omkocht. Razend van woede springt Guurt op. Geef mij licht! Laat mij hem. Ik vind hem levend. Nee, half vijf, Madeleine. Wat zeg je? Madeleine is... Madeleine is... Ja. Madeleine! Madeleine! Laat mij dat nou maar doen, zenuwbeest. Geef hier eens aan het doen. Ah. Ontsnapt. Met Madeleine. De terugkeerspiegel. Madeleine is weer in het land van rechts. Maar waar? De Hamelaars zijn een beetje sip. Een kleine week stropen ze in hun eigen wereld van rechts stad en land af. Ten einde raad gaan ze terug naar Bambergen en kloppen om 's avonds om 8:00 aan bij het paleis aan de Sneeuwvijver. En wie doet open? Ambtenaar Ochterop zelf. Hij is alleen in het paleis met de koningin. Al het personeel is vertrokken. De koningin is erg bedroefd als ze hoort dat Madeleine nog altijd zoek is. Al is ze blij voor koning Mink. Waar is het personeel toch heen? Waarom is het vertrokken? Is het een en ander voorgevallen in het paleis sinds uw vertrek?
Wat een mooie vraag. Wij geloven dat wij ambtenaar Ochterop daarover het woord kunnen verlenen. Dank, mensenpientje. Ja. Het waar... Oh, neem me niet. Neem me niet kwalijk. Ja, dat is een afschuwelijke gewoonte van mij geworden de laatste tijd sinds wij alleen in het paleis wonen. Ja, soms als wij aan het praten zijn in de troonzaal, is het mij wel eens vergund om naast Hare Majesteit plaats te nemen. Ja, het mag natuurlijk eigenlijk niet voorkomen, maar... Onzin, Ochterop, onzin. Het was bij koninklijk besluit. Oh, ja. Kom, vertel ons nu het verhaal. Hey, ja, wel. Wel. Ja, een paar dagen geleden, het mogen er misschien 3, 4 of ten hoogste 5 geweest zijn, is het begonnen. Het spoken zei al. Nou, het personeel kwam om beurten door de gangen hollen, gillend. Gillend? Ja, nerveus, hypernerveus. Ze klaagden over winderigheid. Wat? Ja, nee, winderigheid in de hals. Oh. Koude, priemende vingers ook. Ineens. Koude, priemende vingers? Aanrakingen uit de duister. Ook koude, priemende aanrakingen, terwijl je niemand zag. Ineens een vinger tegen je wang, in het pikken donker. Er gebeurden vreemde dingen met de as in het houtvuur. Huh? Er ontstonden letters in het stof. En toen namen we de koks ontslag. Ja. Ik weet nog een kok die we naar ontslag gaan nemen. Zeg maar, vertelt u Sam dan Ochterop. Ja. Wat heeft u zelf van die spooksel, zal ik maar zeggen, gemerkt? Nee, niets. Niet. Uw majesteit? Nee, mens Bertram, ons is niets bekend daarover. Wij slapen goed en ook overdag. Nou, daar komt dat prachtig uit allemaal. Dan gaan we allemaal lekker naar onze bepoenies. Dat buik is lekker warm en er is ruimte genoeg. Hildebrand. Ook als de extra persoon. Allemaal. Beheers je alsjeblieft, zeg. Majesteit, het lijkt mij geen reden om werkelijk ongerust te zijn zolang er verder niets schijnt te gebeuren. Uw personeel is gewoon wat schrikachtig. Er zit voorlopig niets anders op dan eerst maar eens te onderzoeken waar die vreemde ademtochten vandaan komen in het paleis. Eigenlijk gelooft niemand wat van de spookgeschiedenis. Alleen Assia voelt wat er aan de hand is. Onzichtbaar iemand die contact zoekt. Terwijl Assia een speciale thee brouwt om het de onzichtbare persoon makkelijker te maken om te praten, bedenkt Arnoud een ander plan. Hij wil de geesten oproepen. Hij gaat met de hamelaars om een ronde tafel zitten. Op het spannendste moment vallen alle kinderen vechtend en rollend over elkaar de troonzaal binnen. En onder hun ligt de koningin. Nee, dat is de koningin niet. Wel, alle duivel zit in schuurt. Guurt van grasp. Maar de lijn zal dus niet ver zijn. Niks Assia is druk bezig in de keuken. Ze brouwt. Ze concentreert zich. Roer, kleine mens. Laat het dampen. Het lied zingt. Klinkt in ieder geval niet vals, hè? Ja. Nee, ik bedoel, ik kan niet van vals zingen. Wat is dat? Dat was wat? Het kwam uit de schoorsteen. Roer, kleine mens. Assia moet zingen. Het zijn de woorden van Witte Willy de heks en die zijn zeer moeilijk. Bertram, waar is Bertram? Bertram, wie zou het zijn? Assia heeft gewaarschuwd. De wind jaagt door de schoorsteen. En als Assia niet zingt, niet zingt. Ja, stil nu allemaal. Ja, we zijn stil. Het is Madeleine! Roer, kleine mens, roeren! Damp! Damp! Waar is hij? Zeg maar wat het is! Laat Assia! Laat Assia! Alleen, alleen! Madeleine! Verpest het dan niet! Ze moet blijven zingen! Ja. Oh, daar zijn ze! Daar zijn ze! Majesteit, hier in de keuken! Zeg maar, wat gebeurt hier toch allemaal? Ik hoor Madeleine niet meer! Ik hoor Madeleine niet meer! Te laat. Vergeet haar. Vergeet haar. Prins? Madeleine is verloren, lijkt het. Ze is een waai geworden. Een waai waait met alle winden mee. Is willoos. Heeft geen kracht. Is onzichtbaar. Waar waait zo iemand eigenlijk heen?
En wat zo erg is, Assia is zo erg boos dat ze haast wil vertrekken. Maar de koningin smeekt haar om te blijven. En Assia strijkt haar hand over haar hart. Er is er één die thee maakt waardoor Madeleine een waai geworden kan zijn. Dat is de tante van de gevangen genomen Guurt, Geerte. De trol van Tours, de theetrol. Daarom eerst naar Geerte. Vlak voor het vertrek laten Hildebrand en Arnoud Guurt ontsnappen. Op kamerbreed. In de pompoen vliegen ze achter hem aan. De goedzak laat zich foppen, de wijsgeer wordt gehoond. De gullegever geeft zich arm, ook eerlijkheid houdt 's nachts niet warm en wordt met lucht beloond. Maar hij slecht is, kent geen zorgen, hij vlucht van oost naar west. Vlucht van vandaag naar morgen, maar wie het laatst lacht, lacht het best. Wie het laatst lacht, lacht het best. Geerte doet, als ze aankomen, nekt haar examen oppertrol, de trollentrappel. Oppertrolmutte, die de baas is, zal die avond, denkt zij, komen. En dan zal Geerte haar 10 theeën laten keuren. En als die goed zijn, wordt Geerte bevorderd. Geerte loert op de oppertrollentroon. Eén ding weet ze niet. Oppertrolmutte is eigenlijk een niks. Wat? Mutte de trol een niks? Mutte is Assia's oudste zuster. Guurt had zijn tante vergeefs over met hem te vluchten. Als hij ten einde raad alleen wil vluchten, blijkt kamerbreed gestolen. Dat hebben de kinderen gedaan. Intussen danst binnen Geerte met de andere trollen, zonder dat Mutte erbij is, de trollentrappel. Tik op de deur, wie klopt daar aan? Is het een vreemdeling? Laat hem staan. Is het een vriend? Jaag weg, jaag weg. Pluk een tak uit de meidoornheg en dans achter mij aan. Dans met de trol die de trollentrappel doet. Dans achter mij aan. Leer van de trol hoe de trollentrappel moet. De huid van de muis. Je vacht van de kaas. Het been van de beer die ik gisteren at. Olie en traan, appel en tijn. Ik zet thee van visserswijn. Dans achter mij aan. Dans met de trol. Assia heeft een plan bedacht, samen met Thor. Ze moeten aan 2 trollenkostuums zien te komen. Laten we naar binnen gaan. De trappel begint. Er hangt Mutte veel boven het hoofd. Oh. Wat zeg je? Pardon, mevrouw. Goedenavond. Excuseert u mij. Hey. Als Mutte gaat Assia met Lidwientje binnen op de trollenvergadering en ontfutselt Geerte de thee om van een waai weer een gewone jurk te maken, in dit geval Madeleine. En als de trollen haar willen aanvliegen, sprenkelt ze wat andere thee over hun, waardoor alle kwaaie trollen waaien worden. Geurt, die niet meer heeft kunnen vluchten, gaat achter slot en grendel. En een luchtgeest, Lier, jaagt met al zijn familieleden, Winde, de onzichtbare Madeleine naar een land waar het wind stil is. Iwi heet dat land. En Mutte, Assia's oudste zuster, is daar de baas. Stil land, vol met stomme populieren. Op de vlakten stuift geen zand en akelig kalm zijn de rivieren. Op weg naar Iwi waai ik nou, waar jij onzichtbaar bent beland, waar ik zo zichtbaar veel van hou. Gejaagd door de wind, gejaagd door de wind, gejaagd door de wind, gejaagd door de wind. Gejaagd door de wind. Wind gaf vleugels aan de dieren, wieken die ik zelf niet heb. De wind loeit in Iwi opeens in de schoorstenen. In alle hoeken en gaten, in alle kieren. Zingt in de bomen, buigt het gras. En wie wordt daar dol van? Gek? Mutte. En als er dan ook nog op de deur geklopt wordt, raakt ze helemaal in paniek. Wie klopt? De klopper tikt. Word ik verwacht? Of moet ik buiten in de nacht? Ja. Nou, dat zit er dik in, hoor. We komen geloof ik niet gelegen. Stil nou, joh. Ja. Stil nou, joh. Mutters oren worden oud. Zij liggen misschien. Mutters oren zeggen. Dit is Assia. Maar Mutte is een Iwi. En Assia snijdt weg. Ik kom. Mutte komt. Mutte.
Mutte en Assia hebben elkaar gevonden. Zullen Thor en Madeleine elkaar terugvinden? De winden hebben haar in de tuin om Mutte's huis geblazen en houden haar van alle kanten in de gaten. Ze kan nergens heen. Eén van de winden is Nachtwind Holle. Nachtwind. Holle vertelt Lier dat ze van Bertram is gaan houden. Ze vindt hem mooi. Ze wil hem hebben. Ze wordt windstil van hem. En wat zegt Lier van hem? Hij is mooi. Hij is een broek. Hij is niet ijl genoeg. Laat hem waaien. Holle wil hem hebben. Bertram en Lidwientje gaan in de tuin, een soort kerkhof van faunen, elfen en gnomen, zoeken naar de nodige kruiden om het recept dat Geerte gaf opnieuw te maken. Mutte piekert na over de woorden van Witte Willy, die ze bij de bereiding van de thee moet prevelen. Alles lijkt gesmeerd te lopen, totdat Bertram en Lidwientje allebei even een verschillende kant oplopen. En Bertram onder de marentak Nachtwind Holle ontmoet. Holle? Mijn naam is Bertram Bier en Broodspot. Mooi. Pardon? Holle is blij met je. Ik geloof niet dat ik helemaal begrijp wat u bedoelt. Wat doet u hier? Wachten. Op jou. Wachten op mij? Hoezo? Ik ken u toch niet? Ik zal je mij leren. Waarom? Waarom moet ik u leren? Omdat je van mij bent. Van Holle. En wat maakt dat u denkt dat ik van u ben? Je staat onder de vogellijm. Onder de vogellijm? Mistletoe. En Holle ook? Samen. Onder de mistletoe. Laat me los! Ondertussen is de thee klaar en Madeleine moet nu gezocht. De thee moet op haar gesprenkeld worden. Lier wijst hun de weg. Ze komt niet, ze komt niet! Oh, rustig, rustig, rustig. Oh, mijn lief! Mijn heil! Oh, Madeleine! Oh, Madeleine! Oh, dank, Geestlier, dank, Trollmutten, dank, Asian, dank. Lidwientje, Koffij, Brom. Ja, zit. Wat kijk je bedrukt? Is dat lachje vergaan? Ze lacht niet meer. Mens Bertram. Wat is er met Bertram? Prinses Madeleine, wat is er met Bertram? Hij is mee. Bertram is inderdaad meegenomen door Holle naar een huis in de wolken, waar hij van de wind zal moeten leven. En af en toe pap. Maar beneden in Iwi komt er een nieuw lichtpuntje. Barend heeft een idee. Lier houdt van Holle. Waarom niet Holle onder de misteltak lokken op het moment dat Lier daar staat? Zo gezegd, zo gedaan. Lier gaat naar het wolkenhuis en vraagt Bertram Holle naar Lidwientje te sturen voor een aandenken. Een zakdoekje of zo. En Lidwientje wordt onder protest onder de boom gezet, omdat Holle daarheen zal moeten gaan om haar te spreken. En nu afwachten. Mens! Zoek je mij, Holle? Holle komt een boodschap doen. Voor hem. Voor Bertram. Hij... Wat wil Bertram? Hij wil een doek. Een denkdoek. Met een naam. Kom het halen, Holle. Lier. Lier goed, Holle. Wat doet Lier? Gevangen. Holle is van Lier. Madeleine is van Thor en Bertram is weer van Lidwientje Walch. Ach, het is een oud lied. Het lied van de misteltak. Een lied dat komt en een lied dat gaat. Eén van alle dag. Zeg, jongens, allemaal in de kring. Allemaal in de kring. Wil de bel komen? Ja. Een lied dat komt en dat gaat. Als de diridiridon. Als de wind en de regen. Dat al wie onder de misteltak staat. Daaronder die tak zijn vrijheid laat. Diridirigee. Lief, wat wil je meer? Diridiridijn. Laat ons vrolijk zijn. En niemand die het lied gelooft. Maar ik leerde de woorden uit mijn hoofd. Neem me bij de hand. Voer me door het land. Diridiridijn. Dat ik er zal zijn. Er is een lied.
dat komt en dat gaat. Als de diri-diri-dom, als de wind en de regen. Dat al wie onder de misteltak staat, zijn hart verliest en onzin praat. Diri-diri-dom, ik ga erheen met jou. Diri-diri-biet, schade kan het niet. Wat zal het lied een sprookje zijn? U kussen daar, dat doet geen pijn. Neem u bij de hand, voer u door het land. Diri-diri-dijn, tot ik er zal zijn. Vogelijn, maar het tak, misseltak. Ik ben de speelman dankbaar, dat ik het lied ken. Ik ben uw lieveling, en zing het even goed als ik het niet ben. Als de wind en de regen. Dat al wie onder de misteltak staat, zijn allerbeste weer een maat. Diri diri dal, ga erheen met jou. Diri diri wit, schade kan het niet. O, op mijn woord van edelman, ik ben een man die het weten kan. Neem u bij de hand, voer u door het land. Diri diri dein, tot ik er zal zijn. Dag, tot de volgende week zaterdag. Van nu af komt het iedere week. Nieuwe avonturen. Ach, noem het lief niet goed of kwaad. Het is een lief dat komt en gaat. Neem me bij de hand. Voer me door het land. Diri-diri-dijn. Tot ik er zal zijn. Vogelijn, maar dank, misseltank. Ik ben de speelman dankbaar, dat ik het lied ken. Ik ben uw lieveling en zing het even goed als ik het niet ben. Er is een...